Hiele. Dat was mijn kamertje. Super leuk dat je weer kijkt. Het is vrijdag, dus we gaan weer een super leuke weekendvlog instarten. Ik ben Disney Lomans, dit is mijn YouTube kanaal. Ik ben dus op kantoor, het is nog niet helemaal af hier. Er staat nog heel veel bende en het moet allemaal nog een beetje settelen en zo. En vandaag ga ik wel al aan het werk hier voor wat ik hier doe. Ik kreeg laatst ook weer de vraag van Disney, waarom heb je eigenlijk een kantoor? Nou, om content te maken. Dat is mijn werk. Content maken. Ik ga zo namelijk beginnen met een podcast opnemen. Dat doe ik daarachter. Dat is een geluidsdichte ruimte. Die podcast gaat over motivatie. En daarop aansluitend ga ik weer een video maken over solliciteren als stewardess. Die komt komende woensdag online. Maar dan staat je online als deze vlog online komt. Dus ik zal hem hierboven in het i'tje even zetten, dan kun je hem zien. Als je geïnteresseerd bent in solliciteren op zich, is het ook al een goede video. En als je echt meer insight info wilt over ja, motivatie, weten wat je wilt, je weg eigenlijk een beetje vinden in je carrière, dan kun je de podcast gaan luisteren, want die haakt elke keer een beetje in op de extra video die op woensdag online komt. Dat wordt een beetje mijn nieuwe insteek. Dus elke keer de woensdagvideo heeft dan een onderwerp. En de podcast gaat dan dieper in op dat onderwerp. Ik heb het alweer warm. Dus ik ga dit even uitdoen, denk ik. Maar ik heb dus weer zo'n kobertje aan over een trui. Ik vind dat zo leuk. Dit wordt echt mijn ding deze winter, denk ik. Met die hoge flared die ik laatst had. En dit keer gecombineerd met gimpen. De look of the day. Oh, en wat ik ook helemaal vergeten te vertellen is, de bank wordt straks bezorgd. Dit was de bank die ik van mijn moeder heb gehad. Die zij nog had. Dus die komt dan denk ik aan de andere kant staan of aan deze kant. En dan komt daar de nieuwe bank. Echt, je gaat hem straks zien. Hij is zo leuk. Ik heb deze trouwens gekocht. Die gaat in mijn telefoon voor een beter geluid om de podcast op te nemen. Thuis werk ik met de Jetty. Dat is een microfoon. Maar hier wil ik eigenlijk gaan werken met Sanders, met de Lav, zoals die heet, van Rode. Omdat ik straks ook andere mensen ga interviewen. En dan kunnen we gewoon op de bank zitten en allebei deze zender bij ons hebben. Omdat ik nog even wil gaan testen of dit echt een goede manier gaat zijn, ga ik dus nu mijn podcast met deze opnemen. Ook meteen als test. Dus ja, de komende tijd hoor je misschien wat verschil tussen mijn content. Maar dat komt dus omdat ik gewoon aan het kijken ben naar de optimale manier om straks de interviews te gaan podcasten. En ik vind het ook wel leuk om jullie daar een beetje in mee te nemen de komende tijd. Van wat je daar allemaal een beetje voor nodig hebt. Je wilt niet weten wat ik de laatste tijd heb geïnvesteerd. Ook omdat ik natuurlijk dit kantoor nu heb. Ik denk dat ik er vast schrik als ik straks alle kosten bij elkaar ga optellen. Ik kom net uit mijn podcast en het is echt super dit ding. Ik ben helemaal blij, hyped. Zin om nu zoveel meer podcasten meteen te gaan opnemen. Wat leuk dit, het werkt ook gewoon. Zal het ook in deze camera werken? Laten we hopen dat de camera het nog doet. Anders hebben we een bank, maar geen camera weer. Telefoon, hetzelfde verhaal. Ik ga even iets heel moois uitpakken samen met jullie. En dat zijn namelijk sieraden, jongens. Ik heb echt een hekel aan sieraden die ik elke dag uit moet doen. En daarom was ik toe aan iets van iets mooiere kwaliteit. Dus ik ga dit even afdoen. Dit zijn gewoon H&M'tjes. En ja, zo voor af en toe is dat natuurlijk wel leuk. Maar ik vond het ook wel fijn om eens een keer iets te hebben van iets betere kwaliteit. Anne Louis. Tadaa. Ik heb meerdere dingetjes die ik ga laten zien aan jullie. En ik ga ze nu ook zelf voor het eerst uitpakken. Het zijn hele fijne, simpele oorbelletjes. Maar had ik echt nodig. Wat ik dus zelf echt een voordeel vind van ringetjes.
is dat je ze in kunt laten tijdens je slaap. Knopjes gaan namelijk in mijn nek steken en krijg ik dus ook hoofdpijn van. Dat is wel echt een goede tip om te delen met iedereen, want heel veel vrouwen weten niet waar hun hoofdpijn vandaan komt. En dan vraag ik wel eens, slaap jij met je oorbellen in? En dan blijkt dat ze gewoon met knopjes inslapen die dus de hele tijd in je slaap hier duwen. En dat is een hele gevoelige zenuwplek, dus vandaar. Dus ik ga ze zo in doen. Ik ga nog even de andere dingen erbij pakken. Wauw, het kettingje zit helemaal in een envelopje, zodat het niet helemaal in de war gaat. Doe ik meestal wel uit, 's nachts, omdat het anders zo in elkaar gaat struggelen. Nog meer kettingjes. Dit is dan zo'n ketting die je in één keer kunt combineren met elkaar. Nu heb ik het eindelijk ook zo zoals ik het in mijn hoofd had. Dat je echt zo'n combinatie maakt. Belletjes, ringetjes. Ik ga deze met deze bij elkaar indoen. En dan laat ik jullie ook weten over een tijdje of ze na het douchen nog steeds mooi zijn. Want dat vind ik zelf gewoon erg belangrijk. Nou, we gaan nu de, Fisco look laten zien. Zo zie ik er nu uit. Maar, hoe wil je, dat komt niet aan mijn woorden. Wil je weten hoe ik eruit zie als Fisco? Dan moet je mijn video kijken. Nou ja, moet niet, maar als je dat wil weten, dan kijk mijn video. Superleuk, we hebben net even boodschapjes gedaan bij de appie. En daar heb je nu het bol.com boek al liggen. Ja! Dus jullie kunnen gaan knutselen allemaal. Ja, Sinterklaas, Sinterklaas verlanglijstje. En een goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Ik en Jack zijn al beneden. Ik in mijn mooie badjas. Ik denk dat Bart gaat gillen als hij deze badjas ziet. En ik vind mezelf ook niet echt heel, heel super mooi. Maar hij is zacht en warm. Oh, ik vind de print alleen. Ja, ik hou wel van die print natuurlijk. Maar ik vind deze een beetje nee. Ook klei, lei, lei. Je bent wel blij met je Duplo, hè? Ja. Kom je nou ineens naast me zitten, zo gezellig? Hallo. Hallo. Gezellig, hoor. Heb je poepie gedaan? Want ik ruik wat. Poepie. Ja? Oh-oh. Dan moeten we weer naar boven. Lekker luipaardje. Laat zei iemand in de reactie, nou die zei, dat vind ik nou niet normaal dat je een luipaardenbroekje aandoet bij Jax. Vond ze echt niet normaal. Ik zeg, weet je wat ik niet normaal vind? Dat iedereen zomaar lekker zijn oordeel zo kan spuien. Ik bedoel, op straat ga je toch ook niet naar iemand toe en zeg je, hé, wat jij aan hebt, dat vind ik nou echt niet normaal. Vind ik echt niet kunnen. Kiele. Kiele. Mooi cadeau, ja. Ja, mooi cadeau. Dit is echt mijn favoriete motiefje, weet je. Toch? Ik ben even een eitje aan het eten. Die jouw lieve mannetje voor je gemaakt heeft. Ook dat mag even laten zien worden, hè? Dat deze lieve Bart voor mij een lekker eitje heeft gemaakt. Yep. En we gaan straks gezellig eten bij vrienden met Jax. En Jola die is gezellig een nachtje bij de vader. Dat is weer een heel tijdje geleden, dus nou, hartstikke leuk voor haar. En we gaan even niet vloggen daar, want ja, we gaan gewoon een keer de camera even lekker thuis laten. Hè? Soms moet je dat ook wel even een keertje doen. Nee, je moet daar geen melk meer in doen hoor. Zo niet? Ja, het is een beetje. Zal ik mijn duimringen om doen? Look of the day. Altijd als we ergens heen gaan, moet ik 1000 keer zeggen of het goed is. Ja, doe je ring om. Ik ben echt een beetje gek van jou de hele tijd te moeten kleden. Hey! Hey, Bart is in beeld. Bart is in beeld.
We hebben wel een paar wijntjes op. Nee, ik. Sorry, ik. Bart niet. Die heeft gereden. Eentje, maar. En op een gegeven moment wilde ik de wijn uit zijn handen rukken. Met cola. Was het zat er gewoon cola in. Dus zo braaf is Bart. Ja. En nu gaan we Jack snel naar bed brengen. En dan eens kijken. Eens kijken, jongens. Eens kijken. Of als Jack pas om 9:30 naar bed gaat, of hij dan ook echt later wakker wordt. Ja, heel benieuwd. Denk je. Het was een beetje een gekke ochtend. Want ik was een beetje vergeten eigenlijk dat de klok gewoon naar de wintertijd ging. Dus ik werd vanochtend wakker en ik dacht, nou, ik ben best wel uitgeslapen. Maar later bleek natuurlijk dat ik gewoon een uur langer eigenlijk had geslapen. En Jax ook. Eigenlijk komt het volgens mij wel goed uit dat Jax er gisteren vrij laat in lag. Daardoor zit hij nu, denk ik, hoop ik, sneller in het winterritme. Oh, kijk dan, Jol is weer thuis. Dus ze komt binnen met een nieuwe outfit. Van papa gekregen. Ja. Wow, superleuk joh. Ja, oh ja. De trui ook heel leuk. Het restaurant waar we naartoe gaan, Jans, dat zit in de Reestraat. In de Reestraat is naast de Hartstraat waar ik ben opgegroeid. Dus dat is gewoon homecoming for me. Ik ben benieuwd, schat. Ja. Heb je het eigenlijk wel eens gezien, die straat waar ik heb gewoond? Ja, ze zijn er wel eens doorheen gelopen. Huis zelf niet. Oh, kan ik zo wel, kan we zo langs. Dat was mijn kamertje. Wat? Dat bovenste waar je die roze gordijntjes ziet. Jans. Bij, kom je? Nou, daar zitten we dan en we zitten nog stil. Ik ben niet van het woord. Dat is met tomatensaus. Ja, maar dat is het is ook weer alles proeven van ons. Nou, kijken wat je het lekkerst vindt. Ja. Dat ga je nog lekker voor eten. Another little dress you like, it's all red and cherry light. You're ready for the night of your life. Nou, Jola die is lekker in de speelruimte. En Jax ook. Hoe fijn. Anders hadden we het ook echt niet uitgehouden. Maar ik ga Jola nu even halen weer, want er eet is er. Lekker! Yummy! Zonder mayonaise? Yummy? Zonder mayonaise. Zo, ik ga Jola en Jax weer even ophalen. Het is zo ontzettend mooi hier. Het is echt... Ach, ik wil hier wel een keertje verblijven. Hey! Nou, wil je nog niet weg? Waar is Jax? Oh, daar. Doei, jufjes. Doei. Dat is leuk, hè? Ja. Dames en heren, het zit er weer op. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze weekendvlog. Geef een duimpje omhoog en abonneer hier beneden. Bye!